Want enkel Beerschot nog meer tegengoals geslikt. De opstellingen van beide ploegen met bij Westerlo dus de terugkeer van de viermansdefensie. Met Ender staat alles en iedereen alweer in het defensief. Reynolds. Tamar is zelf uithalen en afgeweken bal en binnen. Maar de vlag meteen de hoogte in. Want dan moet daar nog een Westels been hebben tussen gezeten. En gebeurde dat allicht vanuit buitenspel. De lijnrechter was gedecideerd. Maar mocht er twijfel zijn, zou de lijnrechter zijn vlag niet de hoogte in trekken. Frigan devieert, maar doet dat inderdaad. Kijken naar Koen van Langen die slecht inspeelt. Maar Seiler komt ook een fractie van een seconde te laat mis. Werk van Frigan nu in één tijd. Dat is inderdaad goed gezien door Sayad Manesh. Frigan is vertrokken. Duikt de 16 voor Doris Enkel Divine. Frigan dan maar zelf. Ja, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Mattia Frigan na het doelpunt dat werd afgekeurd. Nu wel degelijk een mooie 1-0 achter zijn naam. En doelpunt nummer 5. Nu alleen clubtopschutter Mattia Frigan. Ja, Frigan die loopt op wolkjes te voetballen. Conchalves mist dan ook nog eens een interceptie. En daar kan Alayar Sayad Manesh helemaal alleen op komen. Koos, is dat dan een strafschop? Ja, Lambrechts aarzelt maar. Wijst wel degelijk naar de stip. Op het oordeel van de nil. Die Lambrechts naar het scherm roept. Dus volgens de jonge Waalse ref in Tuweke geen fout. Wij wachten net als u vol inspanning op de beelden. Die we voorlopig ook niet te zien krijgen. Dus we gaan moeten afgaan op het oordeel van Erik Lambrechts. Wat doet hij? Stelt hij zijn eerste beslissing bij? En dus gaan we rusten met een voorsprong voor Westerlo met het kleinste verschil. Het doelpunt van Mattia Frigan op zijn eentje opgezet en afgewerkt. Uitstekende goal van de nummer 9. Niet zonder gevaar dit uitvoetballen, maar als het lukt krijg je natuurlijk een open doekje van het publiek. Sayad Manesh, overlap van Pierre Forma. Het gaat rechtstreeks naar Mattia Frigan. Zoeken, zoeken en dan schieten, maar een beenveeg van Julien de Vriend. En was er daar dan ook een... Intussen maand Vlada Kujovic iedereen aan om al zeker positie in te nemen bij de hoekschopstel dat die toch snel genomen wordt. Ja, Erik Lambrechts moet een tweede keer in deze partij naar het scherm na 68 minuten. Arthur de Nil, maar nu zegt diezelfde VAR dat Frigan hier wel degelijk een penaltyfout voor moet krijgen. Contact is er zeker. En dan kan je natuurlijk fluiten. En dat is ook wat Erik Lambrechts doet. Westerlo krijgt alsnog een straf. Een doelpunt te bezorgen vanop de penaltystip. Daar komt Alayar Sayad Manesh. Hij doet het. 2-0 Westerlo. Julien de Vriend is geklopt. Nadat Mattia Frigan tegen verdiend heeft in eigen land bij Dynamo Kiev. Heel wat Champions League wedstrijden. Komt er weer een beetje boven water bij Westerlo. Kijken naar Divine. Goed meegenomen door Jordan Bos. En dan helemaal afmaken. Ja, toch wel. Nee. Nee, voor de lijn. Voor te schieten. Maar de tijd is rond. De tijd is rond. Want Erik Lambrechts fluit af. Westerlo pakt een verdiende thuiszege met 2-0. Nadat het...